Ik kan me heel goed voorstellen dat ik ooit nog eens een enorme crush krijg op een man. Queer zijn heeft juist te maken dat het dus ook niet normaal is. Dus ja. De hele tijd dat normale erop duwen, dat vind ik eigenlijk wel kwalijk. Allee, mijn beste Vlaamse accent. Nee, sorry, ik zal het niet doen. Ik wil niemand beledigen hier. Want naast mij zit een ware superster. Actrice, regisseur, je maakt je eigen films. Je bent buikdanskampioen van de wereld. Nou, zeg ik daar iets heel gek? Ik ben geen buikdanskampioen. Nou, in mijn ogen wel. Ja, dat je is dat heel fijn dat je er bent. Jij gaat hier lekker met ons die queer film confessions doorspreken. En ik krijg nu door, je hebt heel veel op te biechten. Neem ons heel even mee. Je bent 13, 14? 14, ik ben 14. De kamer is knalroze. Jouw kamer? Mijn kamer. Ja. Ik heb dat IKEA witte bed, met die wat iedereen heeft gehad voor mijn gevoel op die leeftijd. En met een diddelbedje. Een dekbed overtrek. Dekbed, ja. Want dat vond ik nog grappig om te hebben. Ja, nee, dat was ook beetje gewoon cool toen nog een beetje. Ja, als 14-jarige was het niet meer echt cool, maar ik vond het wel leuk om nog te hebben. Ja. Zo van, funny. Ja. En toen gingen we High School Musical kijken op eigenlijk zo'n tv als dat hier staat. En High School Musical, marathon, en toen werd ik opeens gekust. En toen was het zo van, what the fuck? Zij kuste jou? Ja, een beetje en uitgelokt. En was er al eerder... Nee. Iets nooit. Van, er waren nooit flirts nooit, of nooit, spanning. Nooit, echt nooit. Maar op dat moment, opeens zo. En toen werd ik de volgende ochtend wakker. En toen was het van, En toen zette ik de tv aan. En toen kwam Katy Perry. Katy Perry. A girl and I liked it. Dit is gewoon een scène uit een film. Nee, dit is echt waar. I kissed a girl. En jij dacht, dat klopt, Katie. Ja, het was echt. Toen moesten we heel hard lachen. Hoe kijk jij nu terug op dat nummer? Want er zijn nu ook veel mensen die zeggen, het wordt bijvoorbeeld nog bij best wel veel gayfeesten ook gedraaid. Mm-hmm. Het is best wel vanuit een mannelijk perspectief. Van, oh, ja, die ik videoclip. Tong met een meid, want mijn vriend vindt het geld. Ja, ja, ja. Ik vind het een verschrikkelijk lied. Maar ja, het is gewoon sentiment. Het is gewoon voor mij in ieder geval gaat het over die periode in mijn leven. Hoe zou je jezelf nu identificeren? Als queer. Queer. Ja. En waarom gebruik jij de term queer? Omdat mijn partner non-binair is. En daardoor vind ik het inclusiever om dus van bi en lesbisch af te komen. Omdat over lesbisch zijn gaat over vrouw, val op vrouw of zo. En bi hoort toch nog het binaire, hoort je erin. Hmm. Ik weet dat dat ook niet zo is, maar voor mezelf denk ik gewoon, dat is vrij. En ik moet zeggen, ik ben ook vrij in de liefde. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik ooit nog eens een enorme crush krijg op een man. Oh ja? Ja. Why not? Een transman, non-binair. Goh. Ik hou gewoon van mensen. Je ziet het allemaal wel, als ze maar een diddeldekbedje hebben. Dat is voor jou prima. Ja, dat hoor ik al. En de Katy Perry gewoon open. Dan heb je mij gewoon. Katy hoor. Perry in die romantische playlist zetten. En dan is alles helemaal in kan en kruiken bij Ayla. En ben je altijd zo open dan ook geweest naar de buitenwereld toe? Over dat je ook op vrouwen valt? Goh, ik zeg altijd van, je doet dat. En ik denk dat elke queer dat doet. Je kijkt wat je omgeving is. Als in, tuurlijk wilt je altijd gewoon zijn wie je bent in het moment. En ik denk dat ik daar ook heel eerlijk in ben. Maar er zijn wel tot de dag van vandaag ook momenten dat ik denk van, even dat misschien niet meenemen. Wat zijn dan van dat soort momenten nu? Goh, bij de kapper. Heel stom, want ik denk, er zit iemand aan mijn haar en als hij me niet leuk vindt, dan doet hij dat raar tegen. Nee, ja, gewoon echt mensen waar je gewoon niet weet wat die hun politieke overtuiging is of wat hun fobieën zijn, weet je. Als je echt iemand niet kent, dan wacht ik daar mee. Ja. Ah, ik hoor het mezelf zeggen, denk ik, wat verschrikkelijk.
Nou ja, het is iets, misschien wel wat meer mensen die queer zijn kunnen herkennen. Ik doe het wel. En daarom, Meta, als mensen aan mij vragen, goh, wanneer ben je uit de kast gekomen? Ik denk dat je als queer, hoe open we ook zijn en pretenderen, je komt overal ter wereld toch elke dag zo goed als uit de kast. Want als je zegt, ah, mijn partner, dan denkt iedereen, is het leuk met hem? Of zo, het is toch direct een hem. Dan moet je weer zeggen, nee, ja, het is eigenlijk een vrouw. Of ja, het is eigenlijk een non-binair iemand. Nou ja, als ik dat zeg, dan is het een... Ja? Ja, dat is alweer de volgende stap. Maar ja, voor mijn gevoel is dat ook prima. Wat is het grootste dat jij binnen je seksualiteit hebt moeten overwinnen? Ja, dat ik alles mag zijn. Dus eigenlijk dat ik hier mag zeggen, ik ben queer. En dus dat in alle vormen kan komen. Dus dat ik inderdaad ook op alle mensen zou kunnen vallen. En dat ik daar niet in een hokje mee zit. Dus ik ben niet, oh ja, lesbo. Of, je bent bi, dus je van beide walletjes. Of blablabla. Oh, daar heb ik me toch zo gek over dat gemaakt. Zijn of je bent een pornstar, lesbo, weet je, allemaal dat soort... Wat is dat, een pornstar, lesbo? Of wat is het, of een star... Of... Ik ken alleen een pornstar Martini. Nee, maar een... Is het, Goldstar lesbo. Dus dat je alleen maar met vrouwen... Ja, weet je, en dan denk ik van... Ah, dan had ik dat weer op mij. En dan ging ik weer naar Utrecht. En dan dacht ik, ik ben hier Ayla, weet je. En dan werd ik weer... Allee, je wordt gewoon de hele tijd... Word je een soort van geframed. En daar ben ik me toch echt gek van geworden. Tot ook op een gegeven moment. Want hiervoor was ik veel masculiner in mijn kleding ook of zo. En dat ik ook op een gegeven moment dacht... Oh, maar dat hoeft eigenlijk voor mij ook niet. Ik mag gewoon ook nepnagels hebben. En ik mag me gewoon opmaken. En ik mag mijn haar en mijn extensions. Ik mag mijn hele maasmechelen. Want dat is een beetje dat. Mag ik gewoon meenemen. En maasmechelen is ook hartstikke gay. En dat te kunnen zeggen en voelen, dat geeft mij heel veel vrijheid. Bij Hercules heb je Hades. Mm-hmm. Hercules, de tekenfilm. De echte tekenfilm. Ja. Echt zo dat het opent met die vrouw die dan zo helemaal zingen en zo. Ik was een enorme Disney-fan, omdat mijn broertje autistisch was en alleen maar kon praten via Disney-zinnen. Oh. Dus ik ken echt alle films van buiten en kan alles citeren en zo. Maar dus voor mij was een Hercules echt de Hades. Ja, die was voor mij gewoon non-binair. En waarom? Of een butch lesbienne in ieder geval. Blauwe haar. Ja, gewoon ook de energy, als in gewoon... De kleding een beetje. De kleding, zo dat hele zwarte, lome... ik heb die nooit ervaren als man. Hades was voor mij überhaupt al Hades vrouw. Dat is helemaal wat ik zelf heb bedacht. Maar, en ik dacht altijd, ja, die is non-binair of een enorme butch lesbienne. Laten we even kijken. Ja. Anyway, see, ladies, I was at this party and I lost track of... I know you know. So, here's the deal. Zeus, Mr. High and Mighty, Mr. Hey You, get off of my cloud. Now he has a bouncing baby brat. We know! I know! You know, I know, I got it. I got the concept. Ja, het heeft iets feminiens ook, hè? Ja. En dat filijnen of zo. Maar ja, dat is ook wat ze zeggen, dat heel veel queers zich herkennen in al de villains. Ja. Omdat er een soort van code in, nou ja, ook al in Shakespeare zit dat. Ja. Maar dus ook in Disney. Van hoe kunnen we toch representatie geven met kleine codes. Dat zij de underdog zijn. Die toch ook op zoek gaan naar hun eigen verhaal. En hun eigen plaats en eigen recht. Jammer dat het een villain is. Zou je dan in deze tijd zeggen. Maar destijds was dat de code daarvoor. Dus dat vind ik wel... Vet dat ik dat blijkbaar dus ook ergens altijd heb gezien. Ja. Ja. Dat ik dacht, oh ja, leuk. Leuk, het is een butch lesbian. Wat vind jij eigenlijk het meest kwalijke cliché over queer vrouwen in de media? Of een beetje gewoon dat je denkt, jongens, doen we dat nou nog steeds? Nou, sowieso de lesbo maar één zin geven. Ja, met een houthakkershemd dan laten verschijnen. Of dus, wat ze ook wel doen, is een soort van al het gay eruit slaan. Zodat het heel heteronormatief lijkt. Oh ja. En dat dan goed is. Snap je? Zo van oké, maar wij zijn ook gewoon normaal. Ja,
Dat het niet te veel afschrikt. Van, ja, 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 ja. Dus we pakken twee enorm... Ja, gewoon vrouwen die soort van als heteronormatief door kunnen gaan. En die zetten we dan bij elkaar. En die geven we dan twee kinderen en een mooi koophuis. En die hebben het helemaal goed voor elkaar. Om maar te laten zien van, het is normaal. Snap je? Dat vind ik vervelend. Want ik denk gewoon van, ja, maar juist queer zijn heeft juist te maken dat het dus ook niet normaal is. Dus de hele tijd dat normale erop duwen, dat vind ik eigenlijk wel kwalijk. Ja. Toen ik Bash maakte, dat voelde echt als een eerste strijd. Gewoon van, oh, daar ga ik mijn verhaal. Ik ga het gewoon vertellen. En ik zie wel wat ermee gebeurt. Maar wat ermee gebeurde was gewoon dat ik een hele zaal vol met Turkse mensen had. Die dus, zogezegd, op de kuna, dus het feest voordat eigenlijk het huwelijk zou beginnen. Mm-hmm. Dat is dus met alleen maar vrouwen en dan komen ze samen. Dat is een heel mooi ritueel. Maar dus ik had allemaal figuranten daar. En die waren allemaal, die zeiden eigenlijk indirect, wij staan achter dit verhaal. Want je hebt die ingeschreven. Ja, dus, en je weet dat je, en daar je weet misschien... dat je daaraan aan meewerkt, snap je? Je weet dat je hoofd erbij letterlijk op tv komt of in filmzalen. En het feit dat ik toen omringd was met een crew achter mij die allemaal vonden dat het een heel mooi verhaal was en een belangrijk verhaal. Figuranten die daar allemaal stonden. En dan ook mijn hele cast, wat ook allemaal Turkse vrouwen waren. En de hoofdpersoon Asle, die ook echt queer was. En dat eigenlijk heel spannend vond. Maar die nu ook helemaal tot bloei is gekomen door daaraan mee te doen. Mm-hmm. En zich inderdaad... ja, gewoon encouraged voelde van, oh ja, dit is de bubbel, dit is de realiteit. Ja, dat heeft voor mij wel, voet in de aarde gezet van, oh ja, dit ben ik. En dat klinkt zo raar, maar dat was voor mij echt een moment van, oh ja, dit ben ik nu echt volledig. En ik heb eigenlijk alleen maar meer zin om te zien wie Ayla nog meer volledig is. Door meer verhalen van mezelf te vertellen en door meer mensen te ontmoeten waar ik mee align. Maar laten we eerst nog even kijken naar een klein stukje uit Bash. Evet. Hayır. Nasılsınız? Siz nasılsınız? En dan wil ik jou nog niet laten gaan voordat wij onze laatste confession uit je gaan trekken. Ja. Kies maar een kaart uit en als je hem niet wil beantwoorden, dan zal je moeten drinken. Ik maak de regels niet. De meest overschatte queer bekendheid op internationaal gebied. Kristen Stewart. Drinken, sorry. Pardon? Gaat het wel goed? Hè? Was het leuk? Meen je dit echt? Nee, ja, god, nee. Nou... Ja, weet ik niet. Nou, ik vond nu wel die foto's, die wat jij ook op Instagram plaatste, dacht ik wel, oh ja, wel hot. Ja? Echt wel hot. En ik heb die nieuwe film niet gezien. Maar ik moet zeggen, die laatste film met dat... ik weet niet hoe het heet, maar met die kersttruien. Ja, maar dat was gewoon een kerstfilm. Echt walgelijk. Toen dacht ik wel echt film. Van... Een leuk ze zullen film? Het allemaal moeten wegpliepen, want kritiek heb, op Kristen Stewart accepteer ik niet. Ik heb alleen maar... omdat ik dacht... Ik dacht, ik ga naar een leuke kerstfilm kijken. Sorry, het was gewoon... Aubrey Plaza, Mackenzie Davis en Kristen Stewart in een film. Allee. Drinken. Ja, jij ook. Slet. Piep. Op Kristen en op jou. Want als jij nou meer queer films of representatie wil zien... dan kun je gewoon komen naar de Roze Filmdagen van 13 tot en met 24 maart... in het Ketelhuis in Amsterdam. En dan zien Ayla, Kristen Stewart-hater en ik je daar.